Voor het eerst sinds 1978 werd weer het Nederlands kampioenschap jachthondenproeven van de KNJV, de Nimrod, in Friesland gehouden. Bij deze Nimrod worden proeven uitgezet in het gebied van de natuurorganisatie het Frieske Geer in Nationaal Park de Oude Venen. 18 honden van verschillende rassen en hun voorjagers strijden om de beker. Het zijn allemaal proeven met dood wild. Dus er wordt wel met wild gewerkt, maar niet met levend wild, dood wild. En er worden slepen getrokken of wordt ergens weggelegd. En dan moet de hond op commando van de baas dat zien terug te vinden. Ja. Dat is vaak heel ingewikkeld, heel moeilijke proeven zijn dat. Het is hier ook een prachtig terrein dat het ook moeilijk maakt. Het is een beetje Friese proeven. Ja. Hond moet heel zelfstandig zijn, een beetje eigenzinnig. Nou, dat past de Friese wel, denk ik. Ja. Want voor een jachthond, ja, daar wordt wel wat van gevraagd, hè, als ik het zo allemaal bekijk. Ja hoor, er zijn proeven bij, dan moeten ze 2 kilometer lopen en op de terugweg nog met een zware gans in de bek. Dus er wordt uiterste gevergd. Het zijn echt topatleten, die honden. Ja. Het is heel lang niet geweest hier in Friesland, de kampioenschappen, maar weer terug. Ja, klopt. Sinds 1978 was het niet meer, maar we zijn er nu in geslaagd mooi terrein te vinden. En de organisatie ziet er goed uit en het loopt voortreffelijk, denken wij. Aan de erewedstrijd die de Nimrod is, kan alleen meegedaan worden als je daarvoor bent uitgenodigd. En een hond mag maar 1 keer in zijn leven deelnemen. De honden die hier aan het werk zijn, behoren tot de absolute top in Nederland. Hij heeft het geweldig gedaan voor wat hij kan laten zien. Heeft hij alles laten zien wat hij in zich heeft. Ja. En wat hij ook heeft laten zien is dat hij af en toe de baas nodig heeft om zijn proef te volbrengen. Ja. Want af en toe een kleine correctie dat hij nog eventjes bulderend over het landschap moest roepen links op rechts. Maar dat deed hij wel. Ja, hij deed het wel, ja. Ja. Want ik had bepaalde grenzen voor mezelf gesteld. Daar mag hij wel en daar mag hij niet. Nee. En dat heb ik ook, dan zet je er wat druk op. En daar heeft hij goed op gereageerd. Ja. Naar rechts! Over! 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 Ieder jaar zijn duizenden jagers en jachthondenliefhebbers bezig om met instructeurs van de KNJV hun hond zodanig te trainen dat ze de jacht met een goed opgeleide hond zo weidelijk en respectvol mogelijk kunnen uitoefenen. Kan je elke hond tot jachthond opleiden of zijn er toch wel specifieke rassen voor? Nou, er zijn natuurlijk jachthondenrassen voor. Elke hond kan gehoorzaam zijn. Maar om een goede rashond te maken moet je wel veel oefenen, veel werken om dat voor elkaar te krijgen. En de honden die hier zijn, dat is echt de top of de beeld. De hond heeft er heel veel plezier in. Je ziet het ook aan die staart, blijft constant. En ook al gaat het een keer even niet goed, dan staat hij meteen weer naast je van baas, wat gaan we nu weer doen? Het is, zit enorm veel veerkracht in. Ja. En de hond is na de proef, zoals ik het hier ook naast me zie, is alles vergeten. Die is alles vergeten, die staat niet weer klaar voor de volgende. Die kan ik dit soort proeven, dat hebben we wel eens gedaan, 3 na elkaar doen. En de winnaar van de Nimrod gaat naar huis met eeuwig roem, en deze wisselbeker.